Wethouder Philip Boeksma presenteerde vandaag het plan voor de fietsenkelder onder de Grote Markt. Het plan kost 5,4 miljoen euro. Hiervoor koopt de gemeente de kelder onder het voormalig V&D-pand en kan de stalling gebouwd worden. Dat is ongeveer zo groot, nog een slag groter dan de Forum garage. 500 fietsen kunnen daar dus aan die kant van de Grote Markt. Er was ook veel vraag naar, veel behoefte om daar een goede fietsenstalling neer te zetten. Zodat ook wat meer fietsen van de stoep kunnen verdwijnen. En zeker in de coronatijd is dat van belang, dat mensen ruimte hebben om elkaar te kunnen passeren. En dat geldt ook voor mensen met scootmobielen of rollators, dat er voldoende plek is op de stoep. Bij de bouw wordt er ook rekening gehouden met elektrische fietsen en bakfietsen. Daarnaast besteedt de gemeente veel aandacht aan de inrichting van het gebouw. Ook gedaan met de ervaringen die we in andere parkeergarages voor fietsen hebben opgedaan. Het gaat over de niet te steile hellingen als je met de fiets. Het gaat over veilig, het gaat over toezicht. Het gaat over alles zoals we het bekeken hebben. De ingang komt naar de oude Ebbingerstraat. Daar kun je naar beneden. En als je dan je fiets geparkeerd hebt en dan ga je met gescheiden baan, loop je weer omhoog. Zodat het zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk gaat. De stalling moet het fietsenprobleem op de Grote Markt oplossen. Het is gewoon een prachtige parkeergarage om je fietsen te stallen. En het is droog en het is veilig en er is toezicht. Dus wat wil je nog meer? Zet hem daar neer en dan heb je, dan staat je fiets op een mooie plek. Dus ik denk dat veel mensen die vragen daar ook naar, daar gewoon gebruik van gaan maken. De gemeente is niet van plan om mensen te beboeten die hun fiets nog op de Grote Markt zetten. Zij hoopt dat de gratis fietsenstalling al verleidelijk genoeg is. Maar of mensen er ook echt gebruik van gaan maken? Als we geld toe krijgen, dan wil ik het er wel neerzetten. Maar nee joh, als je gewoon prima hier joh. Ja. Ik heb er geen last van. Dus, ik kan me voorstellen naar studenten en zo, want dat soort fietsen zie je hier ook staan. Hè? Dat die fietsen hier kwijt kunnen en dan naar een terrasse gaan of ergens anders. Maar mijn fiets vind ik te kostbaar om daar buiten te zitten en dan weg te gaan. Dus zet ik hem liever beveiligd in een fietsenstalling. Nee, vind ik dit makkelijker. Zo heb je hem snel en je bent er ook snel weer mee weg. Dus dat vind ik veel fijner. Maar iedereen in de stad gaat, en dat gaat mezelf net zo. Eventjes, hè. Ik ben even de winkel in en eventjes. Dan ga je niet eerst de fiets stallen beneden en dan 10 minuten de winkel in en dan. Zo gaat het niet, hè? Als het gratis is, dan denk ik wel. Ik denk dat als je het betaald parkeren gaat doen, dat het dan wat lastiger zal worden.